zijn al 3 jaar bezig nu. Ik en Bert. Bert en ik. Bert en ik. We hebben vroeger in een rockband gespeeld. En dan bij een drummachientje kopen. En dan synthesizer bij en zo'n duur. Binnen zo'n nummers te maken, electro en al. Na 2 jaar is dan de Pieter bijgekomen, vandaag drums. We zochten niemand voor drums. Hè. We wisten zo ergens. Ja, drums. Het live aspect. Eigenlijk zijn we met 4. Ja. Dus inderdaad, eigenlijk zijn we niet met 3, maar eigenlijk zijn we met 4. Maar de 4e man zit nu in Warschau en die verzorgt visuals bij ons. En dat is zeker een meerwaarde als je live speelt. Het is een ondersteuning, van de muziek. En muziek moet ook een beetje de vibe in. Allee, de beelden, een beetje de vibe van de muziek. Zo, maar het is zeker een meerwaarde. Dus. Bij Rafael thuis. Maar normaal gezien repeteren we boven een café in Alsen. En daar, allee, van iemand last geen gebeuren. Na klagen of zo, we kunnen rust tot 12 tot 2 uur s'nachts blijven spelen. Zonder koptelefoon. En dat is wel zeker oké. Okay, zo naar je sound, dat zo, je begint met elektro en dat klopt daar eerst niet, maar toch. De sound komt er door samen te gewoon, spelen. Gewoon, ja, eigenlijk. Dat natuurlijk, hè. Ja, dat in de setten zo van, sommige stukken zijn echt wel 80's en andere stukken zijn zo meer wat naar een dance of naar een electro, echt electro beginnen gaan. En dat is nog altijd een wemeling in die set, maar blijkbaar marcheert dat wel goed. Ja, ik doe me als goesting, ja, ik doe me gewoon als goesting, hè. Ik ben inderdaad in de jaren 80 en ben wel gek van Club Dorothée in de tijd en zo'n Japanse tekenfilm. Nee, waarschijnlijk die introkers van die tekenfilms, dat alleen was die 80's Atari sounds. Ik ben er gewoon mee opgegroeid. Mijn ouders zetten mij dan af bij mijn grootouders. En dat was gewoon, gaan ze morgen tv kijken en dat was dan... gaan ze morgen TFM, Club Dorothée en dat is een stuk van mijn jeugd. We zijn omgekeerd begonnen. Dus we hebben een live set en we zijn nooit begonnen met nummers te maken voor nummers. We zijn gewoon begonnen aan een live set en dat is zo een uur live set. En nu zijn we bezig met die live set gewoon nummers uit te nemen en stukken uit te nemen. En daar dan echt effectief nummers van te maken en die dan verder te produceren en goed te doen klinken. En hopelijk een respons krijgen. Hopelijk. We zien wel.